Ja, niet met kinderachtige dingen. What is gentle? The right man on the right place. Meneer Veldbloem, ik heb toestemming, hè? Ja. Nou, dit zijn blusblazers, een deel van onze persoonlijke standaard uitrusting. Zoals je ziet, is het helemaal. Hoe moet ik het belezen? Het is stuk. Om het beleefd te zeggen. En dit is de manier hoe brandweermensen moeten uitdrukken. Van de bevelvoerder naar de manschappen. En het is gevaarlijk, zoals je zelf ziet. En het is niet van een individu. Dit zijn eigenlijk weinig laarzen dat je hier ziet. Maar het is, we kunnen aannemen dat het van meer dan de helft van het korps is. Dat er zo in een diepe rabbel staat. Hier zien we dat die zool helemaal los is. Ja. Je bent helemaal niet meer veilig. En dit is het. We hebben ook geen, er zijn toevallig geen bluspakken hier. Maar bluspakken hebben we ook vanaf 2015, als ik het goed heb. Houdt u me ten goede niet gehad. We hebben wel tweedehandse bluspakken uit Nederland gehad. Of gekocht van brandweer Haaglanden. En dit is het uiteindelijk geworden. Oké. Meneer Enverpanka, u heeft ook iets te zeggen? Ja, natuurlijk. Er zijn maatregelen getroffen. Of er is bepaald dat er maatregelen getroffen zullen worden. Alleen ben ik een beetje sceptisch erover. Ik weet niet hoe het gaat uitpakken, maar als één gaat, gaat een ieder. Want als één eet, eet ook een ieder. Wat er gaande was hier vandaag was een ALV wederom, omdat de regering zoals gewoonlijk haar beloftes weer niet is nagekomen. En we zijn het zat, omdat we letterlijk onze levens op het spel zetten. En we moeten niet doen alsof we niet weten dat het vooral in de afgelopen maand het geval is geweest. Met al die grasbranden en vuilnisbranden. En dan had je een houtfabriek, je had ornamiboot. Het zijn allemaal dingen waarbij je je leven letterlijk op het spel zet, maar die waardering blijft uit. Er is te veel beloftes. Er zijn te veel beloftes gemaakt, maar dat wat het belangrijkst voor ons is op dit moment, is dus die PSU waar we in moeten werken. Die kleding die zorgt voor onze veiligheid. Je kan niet met kapotte bluslaarzen gaan naar een brand. Je gaat een ongeluk krijgen. Je krijgt gegarandeerd een ongeluk. Kijk, en het bewijs ligt hier. Hiermee moeten we uitdrukken. En je mag niet klagen. Want als je klaagt, is de kans groot dat er rancunies tegen je wordt opgetreden. Jullie waren net in de ALV. Wat nu? Wat gaan jullie nou doen? Zo, het bestuur en de leden hebben bepaald dat we acties zullen ondernemen. Maar wat de acties eigenlijk worden, kunt u even vragen aan een van de bestuursleden. Ik vind niet dat het mijn plek is het te doen. Ik ben slechts lid. Ik vind dat een van de bestuursleden u het best antwoord kan geven op die vraag. Waar kan ik zo'n bestuurslid vinden? Oh, ze zijn nog binnen. Oké, thank you. Oh.
We gaan de voorzitter even spreken. Voorzitter, één moment. Sukruwatra, jij bent Sukruwatra van Odo? Nee. Voorzitter, er was zoveel consternatie toen ik hier aankwam. Wat is er geweest? Nou, we zijn net uit de ALV en daar zijn een paar besluiten genomen. En dat zullen we zo aanstonds presenteren aan de regering. Oké, mogen we alvast een voorproefje? Nou, voor dit moment worden de bijendienst en de preventiedienst worden hoog gezet. Alles wordt dan gecoördineerd vanuit het bestuur. En ten aanzien van een waterlevering, dat was geheel en al stopgezet. We begrijpen wel dat bepaalde plekken niet over drinkwater beschikken. Maar in elk geval, onze water die we gebruiken is niet goed voor consumptie, dus dat wordt ook aan hold gezet. En voor wat betreft grasbranden, zullen die mensen wel uitrukken, maar dan zullen ze op een afstand controleren of het vuur niet overslaat naar belendingen, huizen en dergelijke. Wat u begrijpt, ik weet niet of u een kijkje heeft genomen naar onze persoonlijke uitrusting. En het hapert van alle kanten. De veiligheid van de werkers is niet gegarandeerd met zulke attributen. En de regering draait maar eromheen om zaken te bewerkstelligen ten aanzien van de ressuus, de bestelbonnen. Ze willen gewoon weg niet betalen. En de leveranciers wachten op hun geld om die goederen te leveren. Je moet begrijpen dat onze PSU niet uit de winkel gehaald kan worden. Die zaken moeten aangemaakt worden. En dat duurt ook wel eens een maandje of twee. Dus indien ze nu betalen, kunnen we morgen niet over die zaken beschikken. En we ontberen die zaken sinds 2019. Er zijn bestelbonnen van 2019. Dan kan je wel zeggen van, het is de vorige regering. Maar jij zit nu aan, dan moet jij er invulling aan geven. Dus jullie zijn in actie? Ja, we geven de regering een week de tijd om alle zaken met betrekking tot de betalingen, ressies, bestelbonnen van de brandweer in orde te maken. Er was in september dat vanaf oktober de verhogingen betaald zou. Verhoogde toelages van het korps brandweer, eigenlijk van de veiligheidsbonden. Maar de regering heeft nu aangegeven dat oktober niet haalbaar is om uit te betalen. Ze hebben wel gevraagd dat wij dus een beetje geduld betrachten en dat ze dan in november over de twee maanden gaan betalen. Dus even voor de herhaling, wat zijn die drie actiepunten weer? Nou, die actiepunten, preventie en de bijbestrijding, die worden on hold gezet. Met die verstande dat die mensen dan niet zullen uitdrukken. En u begrijpt dat we nu in de vuurwerkperiode zijn en alle andere zaken waarbij de preventie dus nodig is. En die zaken worden dan on hold gezet. Voor wat betreft grasbranden, er zal wel uitgerukt worden. Maar er zal pas opgetreden, men gaat pas optreden indien huizen in gevaar komen. Omdat de mensen niet de nodige veiligheidsattributen bij zich hebben om zo'n grasbrand aan te vechten. Derde punt is waterlevering. Dat wordt geheel en al stopgezet. De brandweer gaat geen water leveren? We zijn eigenlijk geen waterleveringsinstantie. We komen de gemeenschap tegemoet. We zijn er om branden te blussen en niet om water te leveren. Dat hoor ik nu pas. Jullie leveren ook water om te drinken? Nee, we leveren geen water. Soms is er een gebrek aan water, bijvoorbeeld bij een cellenhuis. Dan leveren we wel. Maar we zijn geen waterlevelingsinstantie, daarvoor zijn de particulieren en SWM. En dat moet de gemeenschap ook weten. Een paar maatschappen hebben me die hun boetste laatste, hebben ze weer meegenomen. Ja, je kunt begrijpen dat hoe is het mogelijk dat we met zoiets moeten uitdrukken? Het kan toch niet? Ze hebben het weer meegenomen. Ja, er zijn nog meer. Omdat die mensen nu weer standby moeten zijn, dus ze hebben het meegenomen. Het is wat ze dragen, elke dag. Elke dag. En de minister is op de hoogte. We hebben fotomateriaal opgestuurd. We hebben bewijsmateriaal opgestuurd. Maar er gebeurt niks. Steeds hoor je maar, ja, financiën kan de middelen niet overmaken. Men geeft prioriteit aan verkeerde zaken. En wat about de veiligheid? Op veiligheid kan je niet bezuinigen. Oké, nog iets erbij te melden?
Nou, ik wil de gemeenschap vragen dat ze toch wel een luisterend oor hebben voor de brandweerman, omdat wij in een dip zijn. En dat ze dan daarmee ook rekening houden en voorzichtig te zijn met vuur. De actie duurt een week? Okay, we geven de regering een week de tijd om zaken in orde te maken. Ik ben hier.